Ik heb alle zinnen die ik wil dat mensen zeggen verstopt in verhaaltjes. Gefeliciteerd omdat je zo'n geweldige gozer bent. Een hele lekkere geile dag, Thijs. Dit is het uiteindelijke filmpje geworden. Enjoy. Want jij wel natuurlijk het liefst dat het filmpje eraf gaat. Een van de raarste ideeën die ik ooit heb gehad. En ik ga het proberen. Er zijn websites, zoals bijvoorbeeld deze website, genaamd shoutout.vip. Er is een website waarin je voor een klein bedrag, bijvoorbeeld 30 euro of 50 euro, een videoboodschap kopen van bekende Nederlanders. Zoals bijvoorbeeld Kjeld Nuis, Andy van der Meijden, Faya Laurens. Allemaal bekende Nederlanders kunnen een persoonlijke videoboodschap inspreken voor jou. Maar wat als je 10 van zulke bekende Nederlanders allemaal iets veiligs laat inspreken? Gewoon helemaal niet raar, gewoon een of andere boodschap! Oké, jongens. Ik ga het even uitproberen te leggen. Namelijk, stel je voor dat ik 3 bekende Nederlanders zou vragen om een videoboodschap in te spreken met een bepaalde tekst. Oké, dit is bekende Nederlander 1, dit is bekende Nederlander 2 en dit is even bekende Nederlander 3. Als ik die alle 3 filmpjes laat opnemen en vervolgens bepaalde zinnen eruit haal en die dan vervolgens weer achter elkaar zet, dan zou een filmpje er als volgt uit kunnen komen te zien. Hey Kelvin, ik hoorde dat je jarig was. Van mij krijg je deze videoboodschap. Veel plezier ermee. Oké, dat is filmpje 1. Hij onschuldig, toch? Dan komt BNR 2 met zijn witte pet en die gaat dit filmpje opnemen. Hey Bart, van ons krijg jij deze videoboodschap. Oh ja, en voordat ik het vergeet, fijne verjaardag. Doei. Ook vrij onschuldig natuurlijk. En dan komt BNR nummer 3. Hey Tim, gefeliciteerd met je verjaardag. Op je verlanglijstje stond een jaar lang gratis paprika's. Ik denk niet dat je dat gaat krijgen. Oh ja, ik moest dit nog even zeggen van je moeder. Je bent de beste YouTuber van heel Nederland. Fijne verjaardag Tim. Doei. Nu komt het. Als je een aantal van deze zinnen losknipt en achter elkaar zetten, dan krijg je een grappig verhaaltje. Hey Kelvin, van ons krijg jij een jaar lang gratis paprika's. Oh ja, en voordat ik het vergeet, ben de beste YouTuber van heel Nederland. Veel plezier ermee. Snap je waar ik naartoe wil? Ik ga gewoon een of ander debiel verhaal bedenken. Oké, de eerste stap was om het uiteindelijke verhaal te bedenken. Ik wilde dat dit verhaal aan mij gericht was. Daarnaast moest het verhaal natuurlijk een tikkie absurd zijn. Dat is wel zo grappig. Het verhaaltje moet veel losse korte zinnen bevatten, zodat ik die uiteindelijk makkelijk kan verstoppen in de individuele videoboodschappen. En het verhaal moet ook nog enigszins positief zijn, zodat de BN'ers er achteraf uiteindelijk om kunnen lachen. Het zou wel fijn zijn als ik niet ruzie krijg met al deze bekende mensen. Alright, ik heb een tekst bedacht. Als dit lukt, kan dit heel grappig zijn. Als je alles achter elkaar zet, hoop ik dat je dit verhaal ongeveer gaat krijgen. Lieve Kelvin. Deze video maak ik speciaal voor jou. Samen met nog veel meer bekende Nederlanders. Jij hebt het beste YouTube-kanaal van heel Nederland. Je bent niet alleen de grappigste, maar ook de knapste man van Nederland. En je vriendin, die vind ik ook echt heel lekker. En daarom heb ik een kleinigheidje voor je. Ik geef jou een jaar lang gratis schoenen. Ik geef jou een zak met 10 miljoen euro. En dat is nog lang niet alles. Jij krijgt van mij 36 vissen met ontstoken ogen. En daarnaast ook nog de allernieuwste Tesla. Zonder bloedvlekken. Van mij krijg je een kaas soufflé met 30 kilo spinazie. Op een stokje. Ik wil je ook graag iets geven. Namelijk een soa. Nee, grapje. En als laatste, lieve Kelvin, krijg je van ons allemaal 5000 kratjes Heinekenbier. Zodat je net als je vader lekker elke dag naar de kloten kan gaan. Speciaal voor jou, Calvin. Gewoon omdat je zo'n geweldige gozer bent. We houden van je. Meer kan ik er niet van maken, jongens. Toen werd het lastig. Ik moest alle zinnen uit het verhaaltje één voor één gaan verstoppen in onschuldige videoboodschappen. Het mocht kosten wat het kost niet opvallen dat er gekke dingen in verwerkt zaten. Anders zou ik door de mand vallen. En dan valt het als een kaartenhuis in elkaar. En dat zou verschrikkelijk zijn. Och, potverdorie. Oké, ik heb dus mijn puzzel compleet. Ik heb alle zinnen die ik wil dat mensen zeggen verstopt in verhaaltjes die enigszins logisch klinken. In de hoop dat de bekende Nederlanders exact dat verhaal gaan vertellen en dat ik dan de zin eruit kan halen en dat hier gaat het allemaal wel zien. Een videoboodschap voor een gozer van 18 die dan jarig is en dat wordt dan gevraagd door een groep vrienden. Dus dan is de tone of voice weer een beetje anders. Het enige wat we nu nog moeten doen is BN'ers zoeken die hier goed bij passen. Wie zou ik mooi vinden om erin te hebben? Ik denk dat ik Josje Huisman van K3, die wil ik hebben. Noah Lang, oude voetballer. Ik moet sowieso natuurlijk een sportman hebben. En dan het liefst even eentje die nog een beetje in zijn prime zit. 50 euro, prima prijsje. Harry Piekema, the man van de Albert Heijn reclame. Nu doet hij het al een tijdje niet meer, dus hij vindt het waarschijnlijk niet leuk. Ja, ik ga Kim Holland ga ik ook doen. Ik wil ook even iemand van mijn eigen generatie. Iemand die ik een beetje ken. Ik zie hier Rijn van Duivenboden staan. 55 euro. Toe maar Rijn. Met 5 euro duurder dan de rest, jongen. Mooie vrouwen doen het ook altijd goed. Dus ik denk dat ik voor Faya Laurens ga. Zeg je eerlijk, het is gewoon Faya toch? Een weerman zou natuurlijk ook wel lekker zijn. Piet Paulusma. Voor de mensen die hem niet kennen, hij doet altijd het weerbericht op een televisiezender. Het is de 0 en de... Tanja Yes. Ik wist niet dat zij Tanja Yes heette. Maar ik vind haar een mooie vrouw. En mooie vrouwen doen het altijd goed op beeld.
bekend van de televisie, Shownieuws of zo, of Hart van Nederland, ik weet het niet meer. En die van de meiden? Bring it on. En in de auto, Koning Toto, de hele bende. Deze man zit op zijn piek, zijn toppunt van zijn carrière. Ik ben al aardig op te lopen, het budget voor deze video. Ik denk dat ik inmiddels voor €400 aan videoboodschappen heb gekozen. Dus het zou wel lekker zijn als ik even een keer een goedkope BN'er kan fixen. Oh kijk, Samantha de Jong. €25. Een koopje. Zij is bekend van reality shows van jaren geleden. Als ik later groot ben, word ik een levende Barbie. Ja, en uiteindelijk wil ik toch even iemand die ik persoonlijk goed ken. Dus daarom heb ik tot slot gekozen voor Tim Coronel. De man waar ik een aantal weken mee op een onbewoond eiland heb gezeten. Man van mijn hart, ik hou van deze gast. Daarom lijkt het me fantastisch om hem onbewust in deze valkuil te laten lopen. En hij is maar €40. Koop je. Nou, de BN'ers zijn allemaal uitgekozen. En dan hoop ik dat ze het allemaal gaan inspreken. Er is wel één punt waar ik me echt zorgen om maak. En dat is, er is geen ruimte voor eigen woordjes of eigen swag in hoe je het doet. Ze moeten het gewoon precies op die manier zeggen. Ik moet nog even bedenken hoe ik ervoor ga zorgen dat ze letterlijk mijn tekst gaan opdreunen. Al deze moeite voor één dom filmpje wat ik wil maken. Het moment van de waarheid, mensen. Ik heb een aantal videoboodschappen binnengekregen. En ik ga ze nu bekijken voor het eerst. Ik denk, mijn gevoel zegt dat de BN'ers niet exact de tekst hebben gezegd die ik wil dat ze zeggen. En tegelijkertijd vind ik het ook wel een beetje awkward. Want ze hebben dus allemaal gewoon deze videoboodschap opgenomen voor mij. De eerste is van Josh, je huisman. Onze lieve schat van K3. Alsjeblieft. Beter heb je een beetje gedaan wat ik wil dat je deed. Zo niet, dan moet ik allemaal weer gaan schuiven en alles. Dat is kut. Maar we gaan het gewoon zien. Lieve Tom, dit filmpje is speciaal voor jou. Boom. De eerste zin heeft ze goed. Ik weet dat je grootste droom is om YouTuber te worden, net als je idool Calvijn. Van mij krijg je alvast een dikke vette kus. Hij klopt. Hij is niet exact hetzelfde, maar hij klopt wel bijna. Noah Lang. Hoi Luc, ik hoor dat je een YouTube kanaal hebt dat heel erg leuk is. Blijf het doen. Wie weet dat ik ooit de filmpje voorbij zie komen en dat al je dromen mensen mogen uitkomen. Kut. Noah, de hele tekst verdraait. Dat zou ik waarschijnlijk ook gewoon doen. Maar in dit geval is het niet heel handig. Dus ik hoop dat ik hier wat van kan maken, maar het is niet perfect. Harry Piekema. Bart, je bent niet alleen de grappigste van de klas, dat was ik ook, maar ook de slimste van de klas. Dat was ik niet. Nou, jij bent jarig, dus ik wil hier graag ook iets geven, namelijk deze videoboodschap. Gelukkig gefeliciteerd, gewoon omdat je zo'n geweldige gozer bent. Zo goed gedaan, ouwe legend. Tim Holland. Een hele lekkere, goeie, geile dag, Thijs. Wow. Wat heb ik nou voor? Noem jij jezelf de knapste man van Nederland? Yes! En ik heb begrepen dat jij de allernieuwste Tesla wil zonder bloedvlekken. Lekker feesten en beesten. Een hele lekkere, geile kus van mij. What the fuck heb ik net gekeken? Ze heeft niet exact gezegd wat ze moest zeggen, maar wel redelijk goed. Rijn. Yo Michael, helaas geen zak met €10 miljoen, maar ik wil je wel heel graag namens Anderieke en namens mezelf een hele fijne verjaardag wensen. Maak er een leuke dag van en goedjes voor mij. Rijn, vuile tyfusleier. Je hebt het niet exact gezegd. Wel een paar dingen gezegd die wel kunnen, maar niet wat je moest doen. Het is jammer, je moet nog even wat op vinden. Hi lieve Kevin. Nee, het is niet Kevin, het is Kelvin. Ja, dit moet opnieuw. Een jaar lang gratis schoenen. Helaas kan ik dat niet voor je fixen. Ik hoop dat je een fantastische dag hebt. En ik moest nog iets zeggen van je zussen en van je ouders. We houden heel veel van je. Groetjes van mij. Oké, ze heeft het verder wel goed gedaan, maar lieve Kevin, het moet Kelvin zijn, anders klopt het niet. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Van je ouders mag je vandaag de hele dag kinderboerenes eten. Die vind ik zelf ook wel lekker hoor. Maar als jij de hele dag gaat voetballen, word jij nog veel beter. Ah, hij heeft het een beetje goed gedaan, maar niet heel goed. Tanja Yes. Hey Kelvin, Tanja Yes hier. Oh joh, ze heeft Kelvin gezegd. Yes! 5000 kratjes Heineken bier stonden erboven aan jouw verlanglijst. Misschien een tikje overdreven, maar nou, heel ambitieus natuurlijk. En nog één ding, nog wel even je best doen bij je examens, hè. Je kan het. Ze heeft het goed gedaan! Andy van de meiden. Michael, net gefeliciteerd man. 18 jaar, grote jongen. Ja, je vrienden wisten niet zo goed wat ze jou moesten geven. Dus vandaar deze boodschap. Heb je ook niks. Maar goed, het is alleen wel wat je niet wilde. En dat was een SOA. Top! Hij hoeft eigenlijk maar één ding te zeggen, een SOA. Dus hij heeft het goed gedaan. Nou, hier persoonlijke boodschap voor mij, voor jou. En een kleinigheidje was een kaasvlé met 30 kilo spinazie. Maar ik wil je nogmaals feliciteren. Ook niet geweldig. Oké, jongens, even eerlijk. Die BN'ers, ze kunnen het. Maar ze hebben het niet volgens het boekje gedaan. Dus ik moet een beetje sleutelen. Ik hoop dat ik er nog een fatsoenlijk verhaal van kan maken. Ik geniet hier wel van. Helemaal top. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Meer dan 10 BN'ers hebben videoboodschappen ingestuurd. Ik moest er zelfs nog 2 extra kopen om het filmpje kloppend te krijgen. Maar het was het allemaal waard. Dames en heren, ik presenteer jullie de raarste videoboodschap die ik ooit van BN'ers heb gekregen.
Enjoy. Hey Kelvin, Tanja Jess hier. Dit filmpje is speciaal voor jou. Je bent niet alleen de grappigste, maar ook de knapste man van Nederland. En daarom dit kleine gaatje voor je. Van mij krijg je alvast een jaar lang gratis schoenen. Een zak met 10 miljoen euro. 5000 kratjes Heinekenbier. 36 vissen met natuurlijk ontstoken ogen. De allernieuwste Tesla zonder bloedvlekken. Een kaasjefilet met 30 kilo spinazie. Ik wil hier graag ook iets geven, namelijk een soa. En nog één ding. Lekker feesten en beesten. Kalfijn. Gewoon omdat je zo'n geweldige gozer bent. We houden heel veel van je. Groet snoer. Geilekust van mij, Kim Holland. Bedankt, dubbele punt, denk ik, vraagteken. Hij staat erop. Maar dankjewel, denk ik. Wat heb ik gedaan? Nou, nu is het wachten. En ja hoor, een uur nadat ik de video geplaatst had, brak de pleuris uit. Een van de BN'ers heeft me helemaal plat gebeld en die was niet zo blij. Oh ja, ik heb de stem trouwens even onduidelijk gemaakt, want anders krijg ik weer allemaal gezeik. Ah, een berichtje binnengekregen van... Hey, hey, wat vervelend. Bel me even. Hallo Kelvin. Ik snap het helemaal, hé. Want jij wilt natuurlijk het liefst dat filmpje eraf gaan. Ja, maar je hebt wel een belangrijke rol in het filmpje. Maak je geen zorgen. Hij heeft er een uur op gestaan. Op experiment. 600 euro lichten. Fantastisch.